80% van de methaan bij de koeien ontstaat in de pens. En we hebben bij Koeien Kansen al diverse wegen geprobeerd om methaan te verminderen. En dit keer hebben we een toevoermiddel gebruikt. En dat toevoermiddel is Bovaar. September vorig jaar zijn wij gestart met een voerproef om Bovaar in Nederland te testen. Dit is een voerproef onder 100 melkveehouders. Bovaar kan de methaanemissie in de pens met een 25% tot 30% doen af laten nemen. Hoe voeg je toe? Bovaar wordt gemengd in mineralenmengsels, wat je uiteindelijk in je mengwagen toevoegt. En Bovaar moet door de koe eigenlijk elk uur in de pens beschikbaar zijn om die reductie van 25% tot 30% te halen. En ik zelf heb daar geen enkele negatieve ervaring aan ondervonden eigenlijk. Ik zie niks aan gezondheid van de koeien, ik zie niks aan de klauwen, ik zie niks aan de gehele penswerking van de koeien. Dus die Bovaar als toevoermiddel is geen belemmering voor de koeien. Bovaar gaat uiteindelijk de CO2-emissie in de kringloopwijze met zo'n 10% naar beneden brengen. En als dit nou net het voordeel voor je zou zijn, dan zou Bovaar een prachtige toevoeging zijn.